gebracht op de ingezonde initiatieven. En zo is de winnaar tot stand gekomen. Alleen partijen die in 2020 en 2021 een budget hebben ontvangen, konden hier een inzending op doen. Vanuit de stuurgroep wil ik graag naar het podium vragen lokale directeur van Rabobank Os Bernhezen, Peter de Bruin. De camera, maar vanwege de coronamaatregelen vandaag, maar zelfs voor de camera gekomen in mijn eigen studio. Normaal gesproken trainen we in de sporthal de Rutsheuvel van Os, waardoor de coronamaatregelen konden we vorig jaar een periode geen gebruik maken van deze hal. Daarom hebben we toen samenleving bezocht en een buitensportvereniging, omdat buitensporten wel mocht. €250 uitgereikt door Kees van Geffen, Mark Gering aan mij, Tim Zwijsen, initiatiefnemer van 0412 Calisthenics. Wat nou als we onze krachten bundelen tot één initiatief en samen een urban sportpark realiseren in Os? Met de €250 willen wij iedereen in Os kennis laten maken met het Urban Oxpark. Goedenavond. Mijn naam is Marco Mol en ik ben bestuurslid bij de vereniging FBO. FBO staat voor Fitnessbedrijven Os, een samenwerkingsverband tussen 11 commerciële sportaanbieders binnen de gemeente Os met als hoofddoel meer Ossenaren in beweging te krijgen. We hebben dit budget ontvangen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een heus sportplatform. En dat is gelukt. Binnen de gemeente Os gaan we dit jaar nog starten met een super gaaf initiatief genaamd Move Os. Het zijn trouwens allemaal prachtige initiatieven, dus de winnaar is een winnaar, maar alle 5 initiatieven zijn natuurlijk wat dat betreft prima. Altijd goed om dat benoemd te hebben. Ja, zeker, zeker. Maar toch, je kan een winnaar zijn. Hè. Zo werd het ook wel weer. De winnaar van het Sportakkoord Stimulerings Award is Tim Zwijsen van Urban Sportspark. Applaus! Tim, kom erbij. Mag ik de microfoon mooi in jou afgeven, alsjeblieft. Tim, je hebt al een keer €250 gekregen. Je krijgt nog een keer €250. Geweldig, ja, ja. Zeker. Ja, vertel eens heel even kort, een urban sportpark, wat houdt dat precies in? Ja, dat is iets wat we nog niet hebben, dus ik kan begrijpen dat mensen dat nog niet weten. Urban sporten zijn heel breed, van breakdancing tot BMX'en tot calisthenics, een sport die ik zelf beoefen. Skateboarden is er ook iets van, wat de meeste mensen denk ik al kennen. En ja, de coronatijd kennen we, sportscholen gingen dicht. Ik deed de sport calisthenics in Hees in een sportschool. Maar dat kon in één keer niet meer, dus ik ging de straat op om die sport te beoefenen. Urban sport, dus je gaat de straat op. Maar het kon nergens, dus ik ging naar speeltuinen toe om aan die rekken te hangen. Want dat doe je bij calisthenics, om mijn pull-ups te doen. En ik denk, ja, dit is niet de bedoeling. Daar moet een plek voor komen. En dat is in 2020 gestart. Ondertussen andere initiatiefnemers bij elkaar gekomen. Dus we hebben nu het over een calisthenicspark, een pumptrack voor BMX'ers en een skatepark. Ja, volop in onderhandelingen met de gemeente Os en allerlei andere partijen om het uiteindelijk te kunnen realiseren. En ja, dit draagt er uiteraard ook aan bij dat we nou deze prijs in ontvangst mogen nemen. En in eerste instantie had je al €250 budget. Hoe heb je die precies ingezet? Kun je dat specifiek? Ja, in de video vertel ik inderdaad, daar kwam het ook voorbij, dat eigenlijk iedereen in Os straks moet weten wat het Urban Sportpark gaat worden. Het Urban Oxpark hebben we het genoemd. Ik moet eerlijk toegeven, het staat nog op mijn bankrekening. We hebben het nog. Dus dit wordt daaraan toegevoegd en wellicht zijn we nou met een werkgroep. Ik ben vandaag alleen, maar we zijn met een hele werkgroep van 10 personen op dit moment. Kunnen we het gebruiken voor de oprichting van onze stichting. En ja, dan kan dit uiteraard bij helpen. Precies. Peter, jij mag natuurlijk de award en de check overhandigen. Misschien ook gelijk mooi voor het fotomomentje. Ja. Michelle, kom er even bij. Ja? En dan wil ik ondertussen van het publiek nog een applaus voor de winnaar. En dus goed ik sta er gelijk goed op. En natuurlijk nog een bloemetje, Tim. Niet te vergeten. Ja. Dankjewel. Mogen jullie beide het podium verlaten? Peter en Tim, dank jullie wel. Met deze kaart en genoeg van de avond.